Omdat ook ik het waard ben. Daarom wil ik graag model zijn. Ja, dit is nogal een recente beslissing geweest. Volgende. Mensen zien als eerst altijd mijn hoofddoek. Helaas pas je niet in het door ons gezochte profiel. Jalla. De serie Catwalk staat inmiddels online. En actrice Miriam en regisseur Selma zijn onwijs trots op het resultaat. Dit is denk ik echt een nieuw verhaal. Het is een meisje sowieso met een hoofddoek in de hoofdrol. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ja, ik ben ook heel trots op mezelf dat ik een personage heb kunnen acteren die ook een hoofddoek draagt. En haar grote droom heeft als een model. En hoe dat verder gaat verlopen. Geef terug, stagverlof. Wil jij model worden? Miriam speelt dus Kat in de serie. Zij wil model worden, maar loopt tegen allerlei dingen aan omdat ze een hijab, een hoofddoek, draagt. Hi Khadija, dank voor je aanmelding. Helaas pas je niet in het door ons gezochte profiel. Volgende keer beter. Dat mensen soms negatief reageren op een hijab is iets wat Miriam zelf ook herkent. Het is best wel moeilijk als je op een plek bent waar je al weet dat mensen jou niet echt snel accepteren. Of wel aparte vragen stellen van, je moest het zeker doen. Of je doet het zeker je hele leven al. Van ja, je kent mij eigenlijk niet eens. En dat is ook niet het geval. Dus hoe je daarmee omgaat in je leven, ja, iedereen is weer verschillend. Maar hoe ik ermee omga is, gewoon mijn ding doen. Net als Kat in de serie dus. Waarom mag je gewoon niet kansen creëren? Creatief zijn, zeg dan! Door de serie hopen de makers dat het een stuk normaler wordt om vrouwen met een hoofddoek op tv te zien. En niet in een bijrol, maar juist in de hoofdrol. Dat willen wij dus ook echt met Catwalk bereiken. Van dat je dus meisjes met een hoofddoek zich ook herkennen in verhalen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat ze blij zijn dat ze zich op een andere manier gerepresenteerd voelen. Dus ook krachtig en sterk en met een eigen wil en dromen die waar mogen worden volgens mij. Ja. Ik hoop dat als meiden mij zien die ook een hoofddoek dragen, dat ze ook kunnen denken van weet je, ik kan ook, weet ik veel, politieagent zijn. Ik kan ook rechter worden, wat dan ook. En hoofddoek moet je niet tegenhouden om jouw dromen te kunnen jagen. Dus ik vind het alleen maar mooi dat we dit hebben gedaan. Klaar is klaar. Catharina's aanmelding voor Pose Magazine. Voor Miriam was het pas de eerste keer dat ze als actrice in een serie speelt. Maar het smaakt zeker naar meer. Ik had nooit echt gedacht, ik wil echt een actrice worden. Maar nu ik dit heb gedaan, denk ik, ik vind het best wel leuk. Dus misschien dat ik nog wel wat ga doen. Ja. Heel mooi.